Hier hebben we weer zo wat. Dit is van de markt. Gisteren had ik een visje. Nou hebben we twee kippenpootjes. Even kijken hoe die smaken. Even een bord pakken. Nou, en wat zit er voor? Zo, een mes en een vork. Even kijken. Ja, ik had er van alles bij kunnen doen. Had ik kunnen doen. Ik heb ook frietjes. En natuurlijk appelmoes. Maar in dit geval ga ik even voor de pure kippenbout aan zich. Ik heb ze gekocht op de markt. Dat was een poelier, in ieder geval een vleeshandel, vleeshandel, dus ook kip. Dus even kijken. Dus dit is puur en alleen de kippenboot, hè? Wat net opgeknald in de Megatron. Jawel. Dit is een... ik moet zeggen... kippenboot, lekker mals. Hij heeft ook een jasje, althans de huid. Die huid is niet van de krokante, maar wel van de smakelijke. Er is een of ander jasje omheen. En, het is moeilijk om te omschrijven wat voor soort jasje. Een beetje zoet, misschien honing of zo. Dat zou ze zeggen. Maar het pootje op zich smaakt heel smakelijk naar kip. Toen ik hem kocht op de markt, ja, was die al gegrild. Ik zeg tegen die verkoper van, ja luister, hoe mag ik die morgen dan warm? Kan ik hem in een magnetron doppen? Ja, dat kan. Dus ik kreeg er een magnetronzak bij. Hier ook. Kijk, ik had het kunnen doen met aardappeltjes. Die heb ik ook friet. Overfriet had ik gekocht. Een potje appelmoes erbij. En dan was het dus een volwaardige maaltijd geweest. Maar in dit geval test ik puur en alleen. De kippenpoot van de markt. Hij is misschien, ja. Hij is maar net klaar als ik dit zo zie. Ja, hij is nog een beetje vezelig. Maar goed, hij heeft in de magnetron gezeten, dus hij is door en door bacteriën bijgeknald. En het is royaal, hij is ook zacht en sappig. Zoals dat hoort bij een kippenpoot, niet te droog of uitgedroogd of te klein. Dit is een mooie royale kippenpoot. Ik weet niet wat die gekost heeft. Nee. Ik heb een bonnetje niet meer. Maar goed, wat in elk geval een kippenpoot van de markt kan. Het kan. Nou, hebben we dat ook weer gehad. Tot de volgende keer. Hey, houdoe.